Waar kan je hier vasthouden? Is er iets wat jullie opvalt? Hey, we gaan het flexen in je bed met je vriendin. Wat? Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Vandaag kan ik eindelijk weer vloggen zonder dat ik de hele tijd niet hoef te knippen. Voor als je de challenge van gisteren gezien hebt. Ik op dit moment weet nog niet dus hoe lang de vlog gaat duren. Ik heb hier trouwens net even twee heerlijke broodjes van Jade gekregen. Maar ik heb dus net mijn beelden ingeladen van gisteren. En ik ga jullie hier het bewijs laten zien dat ik echt totaal niet de vlog geëdit heb gisteren. Dat ik er helemaal niks in geknipt heb. En dat ik hem gewoon letterlijk in mijn Sony Vegas geladen heb. En daardoor alles heb gelaten zoals het is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang de vlog ongeveer geworden is. Want dat weet ik op dit moment nog niet. Jullie weten waarschijnlijk al, want de vlog staat voor jullie dus al online. Maar ik ga het nu pas voor het eerst zien hoe lang de vlog dus geworden is. Dus daar gaan we. Ik heb hier de beelden. Ik gooi ze hier erin. En het gaat ongeveer... Ja, ja, kijk. 40 minuten, ongeveer 39 minuten gaat het duren. Ik mag het nogmaals niet in knippen. Ik moet het wel even in de goede volgorde zetten, want waarschijnlijk staat het niet goed nu. Als het dus klopt, duurt de vlog dus bijna 40 minuten, wat we dus gisteren opgenomen hebben. Vandaag kan ik dus gewoon lekker wel weer mijn gang gaan. Dan hoef ik niet erop te letten dat ik verkeerde dingen zeg, weet ik van wat. Dus ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Je kan weer lekker tussendoor schelden. Je kan weer lekker dingen doen en... Zo vaak scheld ik toch niet? Nou, het is dat je gisteren in moest houden, maar... Nee, dat is niet waar. Wat eet jij? Een broodje aardbei. Huh? Heb je dan nog nooit genomen? Wat? Mijn opa maakt... Moet je maar een hapje nemen. Wat? Mijn opa maakt altijd een broodje aardbei voor mij. Een broodje aardbei? Oké, hele rare combinatie. Ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, ik dacht dat dit gewoon... Normaal, nou, voor mij niet. Video's in de render. Alles stond in de goede volgorde al gelukkig. 41 minuten duurt hij dus. Dus oké. Nou, dat was een leuke challenge om te doen een keer. Ik moet zeggen, ik vind dat nog best wel een prima tijd. Gewoon niet te lang en ook niet te kort. Maar wij staan eigenlijk op punt om nu gelijk de deur uit te gaan. Want waar gaan wij heen? De Purmerend. Purmerend. Oeh, dat is een eindje rijden. Nou, we zouden met z'n drieën gaan, maar deze guy haakt ineens af. Wat ben jij een ongezellige... Wat ben jij een ongezellige gast eigenlijk? Moet je luisteren, ik heb nooit gezegd dat ik mee zou gaan. Jullie zeggen van, wij gaan mee ons uitzoeken. En dan zeg ik van, oké. En dan wordt gevraagd, ga je mee? Ik zeg, nee, ik ga denk ik niet mee. En dan vervolgens wordt er... Waar lopen we rondjes? Oh. Hey! Wat een weertje, gast. Ja, echt opeens. Wow, echt 1 minuut later. Maar Finny gaat mee! En we laten Jade achter. Yes, nou... Nee, grapje jongens, Jade gaat ook mee. Alleen Jade staat te wachten, want anders moest ze door de regen. Word je chagrijnig, denk je, als je de deur nu op slot moet? Ja. Doe de deur op slot, inderdaad. En het raam open, dan horen we de gillen. Kom maar. Ja, kom maar. Doe open. Nee, doe open. Ik ga echt terug, hè. Nee, doe open. Hij is open, hij is open. Sick. Dat moest van Vincent. Nee, helemaal niet. Helemaal wel. Gisteren was mijn haar al nat, vandaag weer. Hij doet het raam dicht. Ja, zo. Het hagelt helemaal naar binnen, jongens. Nou, wat, gezellig, jongens. Wat een weertje ineens. Zo. Hè? Hey, iemand anders moet even de navigatie doen, want ik heb geen internet en geen bereik. Gast, wat is dit weer? Ik zie gewoon niks. Wij zijn dus onderweg naar Puur. Dat is een bedrijf in Purmerend. Die helemaal mooi... In Purmerend, ja. Purmerend zijn. Purmerend, zeg ik het verkeerd? Nee, je zei Purmerend. Oh. maar daar hebben ze dus hele mooie meubels, dus daar gaan we lekker naartoe. We krijgen waarschijnlijk ook wat advies en wat dingetjes, dus dat is wel even leuk. Ik heb net wat foto's moeten maken van het huis ook gelijk nog even. Dus vandaar. Heeft Jade van Vleetje achterin even gefixt? Goed gedaan, meid. Hè? Dus we gaan daar naartoe rijden. En het is, zoals je ziet, een uur rijden. Ik zit trouwens ook echt te twijfelen om vanmiddag misschien een nieuwe telefoon te kopen, omdat ik heb geen internet, geen bereik, niks. Mijn telefoon is letterlijk gewoon eigenlijk... nutteloos. Maar nu. Ik vraag me dus af of het aan je telefoon ligt of dat er water in je simkaart is gekomen. Want je simkaart doet het niet meer. Ik kan me niet uithalen. Nee, ja, ik heb niet zo'n klein pinnetje. Die heb ik thuis liggen. Oh. Ja, daar hebben we ook helemaal niks aan nu dus. Koop ik straks de nieuwe telefoon is mijn simkaart. Het kan zijn dat er zeg maar het gat van je simkaart water in zit, maar het kan ook zijn dat het in je simkaart zelf zit. Ja, oh jee. Wat gebeurt er als je een karompje in de fik steekt? Is het slim om in de auto te doen? Nee, ben je nog maar gisteren oh, het lekte. Oké, ja, we hebben gisteren een auto in de brand zien staan. Misschien is het niet heel handig om het in de auto te doen. We staan trouwens voor de brug te wachten, dus vandaar dat we...
Voordat je denkt, wat zit je achter het stuur? Hey, wat zou er gebeuren als je een mondkapje in de fik steekt? Ja, nee, dat gaan we dus niet doen. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Nou, echt wel? Hey, daar gaan we! Je hebt hier de knop van de handrem. Vincent wil er heel graag aan trekken, maar wat gebeurt er als je... Ik denk eigenlijk dat het niet kan. Nee, ja, ik denk dat hij in een blokkade schiet of zo. Ja, want het is een elektrische handrem. Voor de beveiliging, ja. Dus ik denk niet dat hij dat doet. Nee, maar ook gewoon niet proberen alsjeblieft, oké? Want dadelijk gebeurt het wel. Dan klapt de auto helemaal... Dus als je op P drukt? Ja, het is hetzelfde. En als je nou nu eens achteruit gaat... Loop nou niet te kutten. 2, 1... Nee! Ik denk inderdaad dat er niet echt iets gebeurt. Daar is vast wel een beveiliging voor. Nee. Hey Gio, dit water stinkt echt, man. Moet je eens... Bro, ik ben aan het rijden! Moet je eens ruiken. Ja, ik ga even ruiken, ja. Niet naar mij doen, nee, ik zweer het. Jade, moet je eens ruiken. Hoe kan je even serieus hier intrappen? Ja, dan ben je echt super dom als je ruikt. Voor als je niet weet waar we het over hebben, moet je even de vlog van gisteren kijken. Of ik kan zeggen, hier is het fragmentje. Oh ja, hier is het fragmentje. Gio. Wat is hier mee gedaan? Moet proeven. Ja! Ja! Hey jongens, wat gaan we vandaag maken? Content! Hey. Oh nee jongens, we moeten hier zijn, bij Puur. Ja, nu, hier zitten we. Ja, goed. Daar waren wij. Daar zitten we dan aan tafel. En kijk eens, daar hangt hier al gelijk een hele mooie lamp. Die krijg je ook, hè, zulke ongeveer. Dat is ongeveer dit. Ja, klopt. Ja, die liggen al. Dat ja, ook, dat ja, wordt deze week geïnstalleerd volgens mij, of niet? Ja goeie. Wij hebben net even een kort gesprekje gehad. En de foto die ik nu bij jullie in beeld ga laten zien. Jullie weten, ik heb al een tijdje of een paar keer gehad over de tv-hoek bij ons. Dat die ook natuurlijk een beetje gesteld moet worden. Nu hier achter me is iets supermoois, of voor me eigenlijk. Kijk, dit is dus zo'n hele mooie tv-kast die daar dus zou kunnen. Wat vinden jullie hiervan? Ja, ik vind het is ook een beetje jullie huis natuurlijk, hè? Ik vind het hard. Ik dacht eerst van een open haard is niet zo, nog een keer erbij, maar dit is wel ook lijp. Ja, kijk, je hebt dus hieronder ook een soort van haard. Nou, je hebt dus allemaal van die vakken. Je staan hier trouwens ook kogelvissen in toevallig. Met mijn aquarium, kijk dan. Volgens mij zijn er, ik durf ze niet aan te raken. Ik zou de open haard niet doen. De open haard niet? Omdat nee, je dan ik zou meer... het ook niet doen, maar ik vind het wel gaaf. Ja. Het is een optie. Kast is wel vet. Ja, zo'n kast gaat die hoek die ik dus net in beeld liet zien wel echt een stuk sfeervoller maken, denk ik. Maar zou je dan met kast willen of zou je alleen het middendeel willen? Dus nee, met dit ook, denk ik, toch? Gewoon ja. Sowieso. Mooi, die lichtjes, die spotjes. Ik ben benieuwd wat jullie mening is van zo'n kast. Ik vind het er in ieder geval heel mooi uitzien. Maar ze hebben nog meer mooie spullen, dus we gaan even wat dingen laten zien nog. Trouwens, de salontafel, of hoe ik het ook moet noemen, die ziet er ook echt heel mooi uit hier. Kijk. Voor mij staat nog een kast. En deze is dus... Ik laat weer even een foto in beeld zien van het huis, want daar hebben jullie een beetje een beter beeld bij. Als je deze foto ziet, als je dan daar zo'n kast als dit neerzet, dat... gaat er ook heel mooi uitzien, denk ik. Kijk, ook allemaal leuke decoratiedingen erin. Je hebt natuurlijk heel veel opties met wat je allemaal kan doen. Wat is het, een soort van kristal of zo? Ja. Dat is ook het eerste wat mij wel eens opvalt. Vlinders hier. Kijk, dit is ook wel even leuk om te laten zien. Dit is dus een kunstobject, om het zo maar te zeggen. Dit is een vis die een soort van in een epoxylaag zit. Maar er werd dus ook al tegen ons verteld. Je kan dus eigenlijk zo persoonlijk maken als je wil. Dus bijvoorbeeld als mijn vlogcamera een keer kapot gaat, of ik voor wat. Ik heb volgens mij zelfs mijn allereerste vlogcamera nog liggen. Dan kan je die dus ook in zo'n laag in laten vriezen of zo. Zo ziet het er een beetje uit. Lijkt net een ijsblok. Maar dat kan je dan als kunstobject ook zo neerzetten in zo'n kast. Wat zou jij neerzetten? Bij mij is best wel gaaf om gewoon mijn vlogcamera. Ik wilde net zeggen, als jij je eerste vlogcamera nog hebt, zou dat wel echt... En die in de kast neerzet? Ja. Wat voor jou? Mijn schoenen. Ja, dat zou ook kunnen. Je zou gewoon schoenen erin kunnen doen. Dat? Denk het wel. Alles kan. Nou, maar deze schoenen zijn te zonde om erin te doen. Nee, dat is toch juist gaaf? Dus je die dan zo hier ingooit. Er staat hier ook een hele mooie witte kast. Nogmaals, alles moet dus ook op maat gemaakt worden voor bij ons thuis. Maar hier, dit is bijvoorbeeld deze in het wit en met een andere verlichting. Dus in plaats van spotjes heb je hier een soort van LED verlichting, is denk ik. Gewoon een strip. Het voelt weer als real life Sims spelen, zoals ik altijd zeg. Als je meubels uitzoekt. Nou, dat was even een snel bezoekje. Ze zijn dus nog in opbouw hier met de hele showroom. Maar we konden dus even langs. Dat zijn dus wel de kasten die daar die sowieso komen. Ik denk dat het wel echt heel mooi gaat staan in het huis. Ik denk dat wel. Ja, ik denk het ook. Ik zou als eerste mijn vlogcamera invriezen. Wat zou jij als eerste invriezen? Dat weet ik niet. Nee, dat doen we niet. We willen wel een antwoord. Ik weet het echt niet. Jawel. Nu, Ik zou mijn schoenen.
die schoenen. Maar dan, je moet die schoenen toch dragen ook? Ja, maar ja. Ik wil er ook wel naar kijken. Je moet je tafel kapot moet staan. Oh, ik wil vandaag deze schoenen aan. Ja. Nee, wat ook wel vet is, dat heb je ook gezegd, maar dat is volgens mij een kunstenaar die heeft dat allemaal dollarbriefjes in. Ja, klopt. Vette shit, dat is ook hard. Ja. Dan heb ik een jersey ook al met je Ferrari sleutel en je tafel. Ja, dat soort shit. Dat is zo'n flex tafel. Oh, sorry, andere kant. Ja, sorry. Ik vroeg elkaar, kan je mij filmen? Je hebt zo'n stuk. Ik wilde... Stop nou! Oh, sorry, ja. Ik wilde dus vragen of ik een beetje dezelfde stijl heb als jullie, als kijker. Of zouden jullie het huis helemaal anders inrichten? Nee, ik denk wel dat zeg maar alle 300.000 mensen die kijken, dat die wel ongeveer allemaal dezelfde stijl hebben als jij. Ik denk dat het wel ongeveer ja, verhouding komt. Ja, dat is realistisch, hè? Ik denk wel dat het realistisch is, dat ja. Ongeveer 300, ja, dat ongeveer, ja. Dat die allemaal dezelfde stijl hebben. Dat denk ik ook wel, ja, dat ze dan daarom naar jou kijken. Maar laat maar weten in de comments of het je... laat maar weten in de comments of jullie het ook mooi vonden. Ik wil soms gewoon echt. Ik wil soms gewoon echt mijn vlog gewoon compleet weggooien door jullie. Ik had mijn cirkel klein, kijk mijn kring kring. We gaan het flexen in je bed met je vriendin. Wat zeg je? Ik zei het niet! Het was Leuk Kleine die dat zei! En toen zat Jaal ineens bij mij voorin, want we hebben Vincent dus net gedropt. Toch niet? Wacht even, hij zegt kom. Kijk, we krijgen nog even wat mee, want jongens... Ja, hé, dit zijn meubels! Meubels! Lekker pik! Lekker maar! Jij moet lekker met de trein terug straks. Ja. Succes! Dankjewel, kom goed. Jojo! Morgen is namelijk best wel even een grote dag, of een belangrijke dag, want er komen morgen dus heel erg veel meubels naar mijn huis toe. Net toevallig hebben we ook weer meubels uitgezocht. Maar dit is de lamp boven de eettafel, een nieuwe lamp. En dat wordt morgen allemaal dus geïnstalleerd ook. Dus dat gaat wel heel erg leuk worden. Vincent die moest nog wat doen hier in Haarlem. Die komt vanavond wel weer terug. Maar vandaar dat we hem nu even moeten afzetten. En dat de dikke Jade weer voorin zit. Ja, lekker ding. Oh, wow, het flesje water. Nee. Je mag het terug doen, ja? Doe het maar terug. Nee. Vuile hond dat je bent. Kussie. We zijn weer onderweg naar huis, dus we merken nu eigenlijk een beetje weer het nadeel van als je in een dorp woont. Normaal gesproken als we in de stad woonden, we konden altijd even wat bestellen en had je het gelijk, was het ook iets gezonds of een broodje of wat dan ook. Maar nu het dorp waar wij in wonen, kunnen we letterlijk alleen of Turkse pizza bestellen of dunner. Pizza. Ja, of pizza of dunner. Wat is het gezondst van die drie? Ik denk Turkse pizza, want er zit nog een beetje sla in ofzo. Of iets. Ja, dat denk ik ook. We staan nu ook lekker in de file, dus voorlopig staan we nog niet thuis. Oh, of pasta is ook lekker. Nee, pasta van thuis bezorgd is altijd echt goor. Dat vind ik echt niet te kan altijd. Er komt altijd zo'n vies nattig bakje aan. Eel, ja. Sommige dingen kun je gewoon echt niet bestellen bij thuis bezorgd. Op een gegeven moment is het gewoon echt niet lekker meer. Weet je welke pasta wel altijd lekker was om te bestellen? Happy Italy. Ja, maar dat kan ook niet meer. Ai, karam. Ga je TikTok opnemen? Ben je aan het filmen? Nee, ik ben niet aan het filmen. Oh, je gaat filmen zeker. Kijk, dit is het leven. Van Jaren van Vliet. Jullie filmt wel dus. Nee. Kappen! Express gas geven. We rijden eindelijk weer. Ik denk dat Vincent met de burgerrups nog sneller is dan dat wij zijn nu. Maar ja, we zijn er bijna. Oké, is er iets wat jullie opvalt? Als je dit nu ziet, let op, we gaan hier even door de jungle heen. Kijk hoe die bezig is, jongen. De nieuwe grasmaaier. Hey, dit is even mooi. Dit is onze nieuwe grasmaaier. We hebben er dus twee. Dit is Louise. En de andere heet Marcel. Ja, echt. Ik heb ze echt... Oh, kijk. Rijdt hij nou niet het water in? Oeh. Ojo. Oh. Hij haalt het echt net. Kijk, dat lijntje, dat zie je dus nu nog hier zo door het gras heen lopen. Maar over een tijdje is dat dus helemaal mooi weg. Dus je ziet het nu nog goed. Maar over een tijd... Oh, zakt dat dus helemaal mooi gewoon het gras in. Hier loopt ook nog een lijntje. En dit is dus eigenlijk zijn home ding. Maar dit is wel echt top. Ik heb dus nou niet het gevoel alsof dit iets maait. Dat is zo gek. Ja, maar hij doet zeg maar zulke kleine stukjes steeds. Ja, dat je het eigenlijk niet echt ziet. Dat is het meer. Als je dat zo bedenkt, dat een grasmaaier is. Dat is toch gek? Ja, je hoort het ook niet echt. Hij is gewoon super stil, terwijl hij wel nu bezig is. Maar ik vind het wel schattig uitzien. Het is echt heel schattig. Ja. Challenge voor jou. Zoek binnen 30 seconden de andere grasmaaier. Oké? 29, 28, 27, 26, 25, 4... Oh, wow, ik dacht even dat je er langs ging lopen. Ja, hier staat de andere. Deze is wel... Nee, hij is even groot zeker. Nee, hij is groter. Deze is groter, want... Marcel is groter. Deze moet een veel grotere grasmat afleggen. Kijk, je ziet hier ook eens een lijntje lopen. Maar hey, dit is de andere. Alleen iets even aan het opladen. Je kan hem dus ook... hij staat van Gardena dus. En je kan hem helemaal vanaf hier bedienen. Hier, er staat nu ook hier laden. Dus je hebt letterlijk een heel schermpje ook gewoon. Maar mag ik dat vragen? Ja. Waar gaat het gras heen dat hij maait? Gewoon erin? Of nee?
Nee, klopt. Nee, niet erin. Hij legt het op het gras weer of zo. En dan maar, waait het weg. Ja, maar het zijn zo kleine stukjes dat het goed is voor het iets in die richting. Ik weet ook niet helemaal hoe het zit. Ik moet me nog even laten uitleggen. Maar ja, dat zijn ze. Er zit zelfs een heel smart system aangebonden. Hey. Voor een grasmaaier, besef hoe ver de technologie van tegenwoordig al helemaal gaat. Wie had dat 10 jaar geleden gedacht, dat je een grasmaaier met je telefoon kan bedienen? Ik kan dus hier bijvoorbeeld bij Louise kiezen op parkeren. Linksonder staat parkeren, dus dan gaat hij terug naar zijn home deck. Hier, maaischema tot vandaag 10:10. Volgende schema, morgen om 11:00 begint hij. Dus elke dag doet hij een stukje lekker maaien. En vandaar dat van die kleine stukjes zijn, hoef je hem ook niet te legen. Ik hou echt van dit soort snufjes bij huizen. Maar... we gaan nu even lekker genieten van de Turkse pizza die we besteld hebben. Dus let's go. Wat zijn jullie? Zijn jullie de team dipper? Dus met de knoflook gewoon dippen zo, met z'n allen? Of zijn jullie degene die netjes smeren? Jij bent team dipper. Ik ben team dipper. Maar heb ik nog een vraag? Dubbel dip je hem? Nee! Je gaat het doen, hè? Oh, even. Ja, ik dubbel dip. Dubbel dip jij nou gewoon wel? Oh, en mij niet dat het, ja, nu ga ik ook dubbel dippen. Dit is wel echt heel lekker zacht stokbrood. Niet van dat keiharde oververbrande Vincent stokbrood, zeg maar. Wat te lang in de oven gegaan is. Beeld je even in wat we vanmiddag zeiden. Dat hier gewoon één zieke mooie lijpe kast staat. Zo, nee, nu staat er natuurlijk ook wel echt een kast. Nee, wacht even, wacht even. Oh. Nu staat er echt een kast. Ja, maar ook echt een grote kast gewoon. Maar in ieder geval de kast waar we het over hadden van vanmiddag. Ja, ik denk dat het wel mooi is. Die plant gaat dan wel weg, want anders is er geen ruimte voor. Oh, het wordt wel een stuk gezelliger hier, denk ik, in huis. Tijd om Ferry te wassen. Want Ferry is een beetje smerig. Wat een prachtig zonnetje. En Jaarde komt er even met de GoPro aangelopen. Met de Essentials pak. Ik vind deze pakken echt zo leuk. Oh, ben jij een drukke business girl? Ja, sorry. Ik ben manager aan het bellen. Hallo, manager. Hallo, manager. Ja. Hoi. Hoi. Sorry, vandaag is het mijn tijd om met haar te zijn. Oh, Gio. Oh. Ja. Sorry. Nou, geen. Helemaal weer mooi schoon. Is het goed gekeurd? Zeker, nu durf ik er weer in te zitten. Durf je er weer in te zitten? Ja. Oh, even rustig, hè, mevrouw? Oh, sorry. Ferry, je bent echt... ik durf je niet aan te raken. Heel knap. Hé, hey, je hebt wel geleerd van de vorige keer. Wat? Niet meer gelijk optrekken, want de vorige keer... Oh ja, Jade en ik waren bijna dood laatst. Ik had mijn auto net gewassen, banden helemaal nat, zoals nu eigenlijk. Ik trok vol op mijn gas eigenlijk, of ik trapte vol op mijn gas en die auto brak echt naar de andere kant van de weg uit. Ja. Niet gefilmd, ik was op dat moment niet aan het filmen, maar het was echt lijp. Jij ik vond echt niet zo lijp. Nee, ik vond ook niet lijp. Achteraf zeg maar wel, maar op dat je... moment niet. Nou ja, in de auto zei je, nee joh, was totaal niet eng. En toen je thuis kwam was het, wow, we waren echt bijna dood. Dus liever niet, gewoon... nu even rustig weg. Ja. We zijn even bij een toren hier van mijn opa en oma. Want ik heb mijn opa en oma nog geen één keer meegenomen in deze auto. Dus, zo, je zit jezelf lekker te bekijken. Zo, hallo. Ik ga straks, denk ik, als ze durven, ik heb ze naar beneden geroepen. Ik hoop dat ze durven, dat ze een rondje met me mee willen rijden in de Ferrari. Nou ja, ik zou niet doen. Ik zou niet doen. Nee, grapje. Hallo, opaatje. Ben jij toch een verschrikkelijk mens. Hoezo? Heeft hij toevallig geen fles water in de auto staan? Hoezo? Oh. Omdat ik dat van Jade deed. Dat hebben we nu net gezien van gisteren. Nou, hij is toch echt... ik was echt boos, hè? Ja, nee, maar dat kan ik me voorstellen, hoor. Ja, maar het water zit echt tot hier in mijn neus. Ja, ja. Maar ik kan ook wel heel lief zijn voor de... Ik kan oprecht echt wel lief zijn voor de... Heel zonder. Of ben ik... Dan ik... stel ik hem maar zelden dan. Ja. Met uitzonderingen. Het moet wel bijzonder blijven natuurlijk. Ja. Oh, vind je dat bijzonder moet blijven? Nou, dat vind hij, denk ik. Vind hij, ja. Ja. Hij. Ik ben soms lief. Durf je met mij een rondje mee te doen in de Ferrari? Ja, maar laat je haar toch niet op straat zijn? Nee, maar kan ze erboven of niet? Ja, dat kan erboven. Oké. Okay. Zo, daar is opa. Godverdikke man. Er zit een camera daar ook. Heeft u ooit als in een Ferrari gezeten? Nee. Nee, echt niet? Nee. Helemaal niet? Nee. Nou, dan wordt dit het eerste rondje. Vertrouwen we? Voor geen meter. Echt niet? Ik zal rustig aan doen, ja? Dat is je gerijden. Ik ga rustig aan. Je mag maar 50 rijden, hoor. Wacht even een paar... Even de gordel. Oranje. Nee, rode. Een rode gordel, ja. Rode gordels. Ja. Nou, jongens, daar gaan we. Okay. Gaan we een klein beetje overtrekken. Ben je bang?
Sorry voor de rijstijl. Oh. Ja, oma moet zo ook even mee. Oh nee hoor. Oh, voor geen, nee, voor geen goud. Durft oma nee, echt nee, niet? Nee, ik ga niet naar beneden, zegt ze. Oh, echt nee, niet? Nee, echt niet. Nee. Omdat ze gewoon niet. Nee. Waar is ze bang voor dan? Ja, maar nee, dat is helemaal niks voor oma. Oh. Jezus. Waar kan je hier vasthouden? Ja, er zit wel ergens een hendel volgens mij. Weet je nog goed? Nee. Oh. Zo, we staan in de lift. Eerste keer dat ik met deze auto in een lift sta. Ik vond het doodeng. Maar het past net. Daar hebben we oma. Ik heb net gehoord van opa dat hij zit te trappelen om de Ferrari in te gaan. Nee hoor. Maar oma durft niet. Oh. Durft het echt niet? Nou, ik zou het wel durven. Durven wel, maar het is geen must dat ik denk dat ik het moet. Nee, echt niet. Heb je zelf gereden? Nee, natuurlijk niet. Voor geen meter. Nee. Want zij zegt net, hoe kwam dat nou eigenlijk dat ik zeg, nee, opa die heeft al 23 jaar op de ambulance gezeten. Nee, dus ja, dat zie je, dat zei in de auto van, nou, ik hoop dat hij durft. Ja. Nou, ik heb natuurlijk mijn hele leven lang echt heel hard gereden. En had ik ja, nog, dat vertelt ze, ja. Had ik nog voor en woud, want toeters en bellen, blauw, hè, weet je wel. Dat ging allemaal prima. Maar ik ben nu niet meer de persoon die dat zou doen. Nee, staat niet meer op uw planlijstje. Nee, dat staat... Nou, dit vind ik te gek. Maar dit maakt misschien wel meer geluid dan die toeters en bellen. Zowat. Ah, nee, dat is niet waar, denk ik. Als ik nu gewoon rij met mijn eigen auto, dan ben ik ook een van degenen die nooit... Nee. Boven die 100 kilometer komt. U bent zo iemand op de snelweg die dan 90 gaat. 60 of zo, weet je wel. Dan zeggen ze, waar is dat met die vent aan de hand? Opa is die irritante man waar ik altijd naar zit te toeteren. Ja, precies. Kijk eens wat hier op de televisie staat. Hebben jullie al 37 minuten de vlog zitten kijken? Ben jullie niet gek ervan? Nou, een beetje wel, ja. Dit is de vlog waar ik niet in mocht knippen, jongens. Maar het is wel goed gelukt. Het is ondertussen alweer donker. Oma, belooft u mij dat u de volgende keer wel een rondje meedoet? Nou, ik beloof niks. Alleen zij belooft het te verhalen. Laten we maar oma overhalen in de reacties, jongens. Het blijft je dood. Echt, ik geloof het. Ja, echt wel. Ja, absoluut. Nou ja, ga je tenminste wel dood in de Ferrari. Hey. Nou, ja. Wie had dat ooit gedacht? We gaan de auto weer terug in. Dit is trouwens de plek waar de auto van mijn opa altijd wordt ondergescheten. Dus hij heeft een nieuwe plek. Dus ik ben benieuwd. Ik heb hem gewassen deze avond, hebben jullie gezien? Is er iets gebeurd? Nee. Nee, geen enkele duif. Zie je dit? Geen enkele duif heeft hem ongekakt. Nee, lul. Wat leuk je nou? We moeten een beetje rustig doen. Het is namelijk al laat. En anders maak ik hier letterlijk iedereen wakker. Of overlast. En we gaan dus weer de lift in. Heb je ooit met een auto lift gestaan? Ik wil ook echt hier niet over nadenken. Ik word hier zo... Claustrofobisch? Ik vind het heel eng. Ja? Ik vind het echt heel eng. Oh, er staat... U wordt vriendelijk verzocht de motor uit te zetten. Maar ik denk dat het juist meer geluid maakt als ik hem weer aan en uitzet. Ik denk dat het namelijk ook voor overlast is. Tadaa! Doe je dat goed? Ja. Zo. Ja. Iemand heeft een prachtig cadeautje voor ons achtergelaten. Onze bal is laatst lek gestoken, weet ik veel wat, ergens heen gegaan. Maar, we hebben een nieuwe! Zijn we weer lekker terug. Zo, we zitten even naar een leuke meid te kijken. Oh, niet normaal. Jeetje. Ja, die linker is ook wel oké, maar... Wow. Ga weg! Je bent echt heel vervelend, hè? Wat? Nee. Wat? Wat? Ik zeg, die linker is ook wel leuk. Zit je een beetje met vriendinnen van mij te flirten? Ah, zit jij een beetje met Vincent te flirten? Nee. Echt wel? Normaal niet. Ben je een beetje jaloers? Nee. Hey, ik zei net tegen jou, dan wordt het even boos als ik dit zeg. Oh, Jade. Nee. Lig je alweer lekker op bed, 9 uur, hè? Bedtijd. En zei tegen mij, kom, zullen we zo in bed liggen? Dus ik zeg, oh ja, is goed. Dus ik ga in bed liggen, belt hij me. Lig je al in bed? Ja, ik was het vergeten. Ik ga lekker de vlog hierbij laten, jongens en meiden. Vincent is dus niet meer thuisgekomen, want morgen gaan we toch andere dingen doen. In Haarlem ook nog. En nogmaals, morgen wordt een hele leuke dag. En morgen zien, dus vandaag is niet veel te beleven. Maar hoort bij het leven. Vooral in de coronaperiode. Dus ik hoop dat jullie alsnog genoten hebben van deze vlog. En het alsnog leuk vonden om te zien. Dus tot morgen om 17:30 bij weer een nieuwe vlog. Waar ik jullie allemaal hopelijk weer zie. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. En la! Hey!